Het is echt een prestatie om zo slecht eten te maken. Peter en Gert gingen dinsdag naar Liverpool voor de heruitgave van de finale van vorig jaar tegen Real Madrid. Genieten van het eten, dat was er, dat zag u dus niet echt bij. Maar genieten van de sfeer en van het voetbal, des te meer. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speak in words of wisdom, let it be. We zijn hier op John Lennon Airport in Liverpool, the day after. En Liverpool is in trouble. Ja, goede bal. Oh, geweldige goal. Daar is hij al. Daar is hij al, Darwin Núñez. Oh, Courtois. En 2-0, Salah. Ai, 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 Thibaut Courtois. Afgestraft door Mo Salah, 2-0. En dan, ja, dan is dat toch sterk van Real, niet panikeren, hè. Dat hebben we toch gezien, hè. Niks aan de hand, hè. Gewoon in de match komen, hup, voor de rust al rechtgezet. En dan na de rust, Liverpool panikeerde wel, hè, door de tussenstand telkens. Hè. De tussenstand van 2-0 deed Real niks, maar de tussenstand van 2-2 deed Liverpool wel iets, namelijk panikeren en hervallen in problemen die dan heel zin hebben. Foutjes maken, foutjes. Dat is jammer, hè. Die groten staan op grote momenten. Hè. En, ja, dat is het echt doen op momenten dat het moet. Hè. Hier is Vinicius weer. En daar is Benzema. Kwalijk Benzema, kapt zich vrij. Oh la la. Karim Benzema. Formidabele tegenaanval van Real Madrid. 5 doelpunten op Anfield Road. Ik heb het nooit gezien, maar ik veronderstel dat je ook wel van dat soort foutjes gemaakt hebt af en toe. Dus mijn vraag is, Peter de Doelman. Welk van de twee vond u nu de grootste fout of het ergste? Of welke mogen katalogeren echt als blunder? Die van Alisson. De bal komt in deze richting aan. Vinicius maakt deze loopbeweging. En hij draait al zo uit, terwijl hij kan hem makkelijk hier lichtjes opzij even kappen of aan deze kant wegtrappen. Dus je ziet ook dat hij niet kijkt op het moment dat hij de bal trapt. Dus ja, Alisson heeft geblunderd. Wat voel je dan op zo'n moment? Schaamte? Ja, inderdaad. En ik kan dus zeggen, toen ik dat soort fratsen deed, er stond er maar 300 man op te kijken. Dus, ja. Ja, maar dat is vaak erg, hè? Die 300 zijn vaak erger dan 30.000. Ja, want je hoort die allemaal. Ja, je hoort precies wat allemaal zeggen. Van een bent, joh. Van een bent. Is hem weer. Weer een mooie namiddag natuurwandeling, hè? Zeg wel. Wij die zo blij waren dat ons hotel vlak bij het stadion was, zijn nu op zoek naar de accreditaties en we mogen nergens binnen. Deur 3, maar we zijn er bijna, denk ik. Denk je? Ja, denk het wel. Ik heb er goed gevoel. Het is hier ook goed om te stappen. Ja, we zijn al wel 2 uur aan het stappen. Bij een update, intussen wandelen we langs de snelweg. Dus ja, nog 600 meter blijkbaar. Oké. Okay. Gaan we geraken. Zeer zeker. Gaan we geraken. Daar is hem. Deur 3, poort 3. En nu nog binnen mogen. Ja. Napoli 0-2 winst, een doelpunt, de eerste van Osimhen. Het was ook een match in de match. Twee uitstekende spitsen, Osimhen en Kolo Muani bij Frankfurt. Kolo Muani, jammer genoeg. De rode kaart, onterecht de rode kaart wat mij betreft. Het zijn alle twee heel erg moeilijk te stoppen. Op momenten dat je denkt dat ze niet meer bij die bal kunnen, dan zijn ze toch nog snel genoeg. De manier waarop Osimhen ook die penalty uitloopt in de eerste helft is daar een illustratie van. Farad Skelia was niet de allerbeste versie van zichzelf in de eerste helft. Maar als je dan ziet wat hij doet om de 0-2 voor Di Lorenzo voor te bereiden. Ja, was pure kunst. De manier waarop hij die
draaiende bal van Anguissa controleert, rond zijn as draait en dan ook nog klaarlegt voor Di Lorenzo, is inderdaad pure kunst en om van te smullen. Ik sta hier voor Giuseppe Meazza. Daar lijkt het sterk op. Heb jij in het stadion ooit iets betekend voor een van jouw ploeg? Maar niet al te veel. Ik was erbij, zal ik maar zeggen. Hè. Dus bij de legendarische 0-1 naar Mendoza scoorde, heb ik een kwartiertje nog meegehobbeld op het einde. Want ik kwam uit blessure. Ik zat op de bank. Dus ik had daar eigenlijk geen verdienst. Nee. Buiten dat laatste kwartiertje nog wat achter Maldini aangehobbeld. That's it. Heb je de volledige premie nou opgestreken? Het zal wel zijn. Dat was tenslotte het belangrijkste. Gert en Peter hebben dus goede herinneringen aan Milaan, maar dit keer gingen ze vooral voor Inter en voor Romelu Lukaku. En hij, Lukaku, werd de man van de wedstrijd gisteren. En Peter en Gert hebben ook nog goede raad voor de heer Simone Inzaghi. Zijn we weer. The day after, op de luchthaven van Milaan, Linate, vragen wij ons af, een half uur in de mensenleven is eigenlijk niks, maar wat kun je zoal doen in een half uur, Gert? We zullen het nog eens overlopen, wat hem in de half uur gedaan heeft. Ingekomen, minuut 60 ongeveer. Tegen zijn goesting. Een beetje tegen zijn goesting, je zag het eraan. Maar hij had wel, ja, zat toch, diep van binnen zat er toch wat te borrelen. En dat kwam er dan uit. We zullen het eens overlopen, minuut 69. Afleggen met de borst, hop, voor een volley van dingen. Barella. Ik heb daar geen papieren voor nodig. Schot erover. Minuut 72. Hij geeft een lage voorzet met zijn rechtse. Lautaro kan er juist niet bij. Ik heb daar geen papieren voor nodig. Voilà. Minuut 82. Een controle van Lukaku in de 16 meter. Maar ja, dat was moeilijk. Dat was eigenlijk moeilijk voor zichzelf. Ja. Maar goed, weer Lautaro snoept het af. De kans is afgesnoept. Hij is een maat zo gezegd. Ja, die weet. Snoept een kans af. Ja. Maar dan komt het, de 1-0 van Lukaku, voorzet. Hij komt eerst, hè? Hij komt terug van de paal, de keeper weet het nog niet goed, hij is naar de paal aan het kijken. En hij drukt met normaal op. En binnen, ja. 1-0. Hè. Dat is wel een goede Lukaku, oh de paal, en nu wel de goal. Romelu Lukaku is daar toch toch, op 5 minuten van het einde. Dat is een echte goal voor Lukaku, in 2 keer. En dan nog een kans uit de draai naar de corner. Hup, wat te draaien, hup, kort draaien. Hup. Heel moeilijk. Ja. Ja, moeilijk gedaan, moeilijk en goed gedaan. Costa pakken. Dus kunnen we nu samen met Simone Inzaghi erover eens zijn? Wat doen we bij de volgende wedstrijd van Inter met Romelu Lukaku? Ja, nooit meer twijfelen. Altijd Lukaku. Hè. Maar goed, wij moeten ook schuld bekennen. Want de vorige match ook, we begrepen het ergens nog wel dat hij voor het Zeko koos. Jij begreep. Jij zet een analist. Wat een strijkplank vind ik. Die heeft een Zeko. Ja. Nee, altijd Lukaku. Always. Altijd Lukaku. Oké? Oké? Simone? Capis? Bye bye. Bijna aan het einde van onze Duitse driedaagse, nog wel een uur of vier trein te gaan richting Brussel. City 1-1 gespeeld op Leipzig. Hier kan City misschien van profiteren. Grealish, maar ze is er door en trapt hem binnen. En daar is nu wel de goal. Jawel, de hoekschop. Vardiol, hij maakt gelijk. Maar wat echt opviel gisteren, ja, de rol van Haaland is al zo vaak besproken. 22 baltoetsen win. Hij wordt niet aangespeeld. Ze vergeten hem, bewust of onbewust, geen idee. Je ziet toch wel dat die ploeg gewend is van zonder diepe spits te spelen, hè? Zonder echte negen. En dat ze nog altijd moeten wennen aan het feit dat er daar iemand staat. Toch zeker in die topwedstrijden. Gaandeweg kwam er toch wel wat moedeloosheid bij hem. En hij had zoiets van, wat loop ik hier eigenlijk te doen? Ze vergeten mij helemaal. Wat dat betreft heeft Haaland gisteren Kevin De Bruyne gemist. We hebben ervan genoten. Ja. Ons tripje richting Duitsland. Nu gaan we een beetje de ogen dicht doen op de trein, denk ik. Zeker weten. Tot volgende week. Slaap. Tot over 2 weken. Ja, ja.